en naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. Aston Martin, en als je dan heel goed kijkt naar die grill, dan zie je hier die beroemde Z staan. Die Z van het Italiaanse designhuis Zagato. En als deze twee symbolen op één auto zitten, dan weet je, dan hebben we het over een hele bijzondere auto. En in dit geval over een heel bijzonder verhaal. Ja, als Aston Martin en Zagato samenwerken, dan komen daar creaties uit voort die de autoliefhebbers doen watertanden. En in dit geval is het een uniek verhaal. Want waar Aston Martin en Zagato normaliter 1 of 2 varianten brengen, daar brengen ze in dit geval 4. Ja, 4. En ze staan hier. Ja, laten we gewoon snel gaan kijken. Aston Martin Vanquish Zagato. Zo heet deze auto officieel in 2016 op het Concours d'Elegance in Italië, Villa d'Este, presenteerde Aston Martin een concept. En die noemden ze direct al de Vanquish Coupé. Ja, en ze noemden het een concept. Maar de autovisielezers op dat moment, toen die foto's werden vrijgegeven, konden wij al als eerste melden dat die in een oplage van slechts 99 exemplaren zouden komen. En dat die oplage notabene direct was uitverkocht. Ja, dus op het moment dat de auto wordt onthuld, was die al uitverkocht. En enkele maanden later kondigde Aston Martin zelf aan dat de auto in productie zou gaan. En toen konden wij al melden dat er ook een volante versie zou komen. In dezelfde oplage van 99 stuks. En die auto's waren allemaal bedoeld voor de klanten in eerste instantie die ook die coupé hadden besteld. Ja, maar daar bleef het niet bij. Want Aston Martin maakte het eigenlijk nog gekker door nog 2 varianten voor te stellen. Maar daarover meer. Ja, die relatie tussen Aston Martin en Zagato, die gaat terug naar 1960 met een DB4 GT Zagato. Een lichtgewicht, sportievere versie op basis van die DB4 GT. En die auto is er dan uiteindelijk in een oplage van slechts 19 exemplaren gekomen. Vandaag de dag zijn die auto's echt werkelijk een fortuin waard. Maar op het moment dat die auto in productie was, ja, toen moest Aston Martin en Zagato moesten echt mee luren om kopers te vinden. Die 19e auto die is ook echt iets later gebouwd dan die andere 18. Gewoon omdat de klanten stonden er echt niet voor in de rij. Ja, en die relatie, dat smaakte toch naar meer. Ondanks dat die auto in 1960 voor het eerst kwam, in 1986 werd dat dunnetjes overgedaan met de V8 Vantage. Een wat hoekig model, oplagen 53 stuks. Op dit moment ook weer een fortuin waard. Niet zoveel als zo'n originele DB4 GT Zagato, want dan heb je het over enkele miljoenen. Maar nog altijd, zo'n V8 Vantage Zagato is toch wel een onbetaalbare auto. Maar wat deed Aston Martin samen met Zagato? Ze dachten, we brengen 2 verschillende carrosserievarianten uit. In eerste instantie verscheen die als coupé en later kwam daar dus die open variant bij. En van die open variant dachten ze, laten we er 25 bouwen. Uiteindelijk zijn het er 37 geworden. Ja, dat is meer dan gepland, maar nog altijd exclusiever dan exclusief. En die relatie die werd voortgezet. Niet meteen, nee, daar gingen hier jaren overheen. Op basis van de DB7 verscheen er ook een Zagato-versie. Oplagen 100 stuks. 99 voor klanten, eentje voor Aston Martin zelf. En op basis van die DB7 verscheen dan ook een open variant zonder dak. En die was dan AR1 genaamd. AR bestaat voor American Roadster. Die auto was alleen voor de Amerikaanse markt bedoeld. Maar toch, er zijn 2 rechtsgestuurde exemplaren gebouwd. Eentje voor de fabriek, eentje voor een gefortuneerde Engelse klant. Die kostte wat het kost, die open versie van die DB7 wilde hebben. En dan hebben we het in 2011 over de Aston Martin V12 Zagato, auto die oorspronkelijk in een oplage van 150 exemplaren zou komen. Daar werd bijgesteld naar 101 stuks en uiteindelijk zijn er veel minder gebouwd. Kijk daarvoor even een eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, en in 2016 stond dus op Villa d'Este die Vanquish Zagato als coupé met die fraaie Zagato-lijnen. Ik word er helemaal warm van en enthousiast. Kijk, dat double bubble roof, dat gewelfde dak.
Ook die scherpe lijn hier in dat dak, wat zo typisch Zagato is. Deze auto is niet zomaar een Vanquish met wat aanpassingen. Hij heeft een compleet andere body. Helemaal vervaardigd van carbon fiber. Er zitten maar liefst 2000 manuren in om zo'n carrosserie te kunnen vervaardigen. Let ook even op die achterlichtunits. Die moeten allemaal opnieuw gehomologeerd worden. Dat mag je niet zomaar veranderen op een auto. Maar als je eenmaal die homologatie hebt, dan kun je het meerdere malen toepassen. En vandaar dat die ook zitten op die andere telgen die Aston Martin en Zagato verder hebben gemaakt. Maar daarover wederom later meer. Auto, in eerste instantie werd hij gecommuniceerd met een 580 pk sterke 5,9 liter V12 motor die hier net achter die voorras ligt. Maar de productieversies hebben meer dan 600 paardenkrachten die op de achterras worden losgelaten. Ja, die coupé variant, daar kwam vrijwel meteen erachteraan, kwam die open versie, de Volante, de open vierzitter van Aston Martin, met eigenlijk dezelfde lijn als die coupé. Een anderhalf jaar later, ja, toen kondigde Aston Martin als absolute verrassing nog twee varianten aan, waardoor het Aston Martin Vanquish Zagato familietje op vier telgen zou uitkomen. Vier, ja, in het verleden altijd twee, maar dit keer, ja, overtrof eigenlijk Aston Martin en Zagato overtroffen zichzelf. Niet in de laatste plaats door de hier staande Shooting Brake. Ja, mensen die mij kennen, die weten, ik vind Shooting Brakes vind ik fantastisch. Deze vind ik gewoon exceptioneel. Deze is zo verschrikkelijk mooi. Ja, de Shooting Brake. Tweezitter met die lange laadvloer, die daklijn die dan zo mooi lang doorloopt. En dan die gespierde kont die hij heeft. Hè? En weet dat heel dat achtersteven, dat één carrosseriedeel is. Vervaardigd van carbon fiber natuurlijk. Kijk ook even naar die opvallende achterspoiler, hè, die noodzakelijk is voor die downforce uiteraard. En dat dak, dat omvat een glazen deel. En dat glazen deel, electrochromatic, dat kun je met een druk op de knop, kun je dat licht maken of juist donker. Hij staat nu geparkeerd, dus is het glasdeel is donker. Want als je auto parkeert, wil je niet dat als de zon erop staat, dat die heel je interieur verwarmt. Vandaar dat die in geparkeerde stand altijd naar het donkere deel gaat. En wat dan heel bijzonder is aan deze auto, hij heet officieel, heet hij Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Maar zou ik eens wat verklappen? Ja, van de vier telgen zijn er drie daadwerkelijk een Vanquish. Deze heeft ook de Vanquish motor. Maar anders dan die andere telgen heeft deze auto de wielbasis van de Rapide. Hij heeft het achtersteven, de achteras van de Rapide. En waarom? Nou, niet om hier zomaar een carrosserievariant van te maken. Nee, deze auto is ook gewoon echt bruikbaar als station wagon. En dan druk je op dit knopje. Ik heb helaas, ben ik mijn handschoenen vergeten. Excuus daarvoor. Dan gaat die klep, die van carbon fiber is. Moet je ook kijken hoe mooi dat je die structuur ziet. Hè? Dat glimmende carbon. Ja, daar krijg ik het echt helemaal warm van. Maar die gaat dan, doordat die achterklep heel licht is, gaat die gewoon automatisch gaat die open. En dan heb je, wat ik zei, die achteras van die Rapide. Dat is natuurlijk over nagedacht. Die heeft namelijk een afwijkende brandstoftank. En die heeft een compactere achteras, waardoor je hier gewoon echt een, ja, tussen aanhalingstekens, volwaardige stationcar van kan maken. Ja, dat klinkt een beetje vreemd, want als je naar de afwerking kijkt van, ja, die bagageruimte, dan is het hier doodzonde om hier twee tassen van de Jumbo op te zetten met de wekelijkse boodschappen. Of zelfs je hond hier achterin te laten meerijden. Kijk ook even naar die dwarsbalk. Hè? Achter de stoelen, van carbon fiber vervaardigd. Ja, dat is niet voor extra stevigheid. Nee, dat is bedoeld dat je bagage niet verder het interieur invliegt. En dan heeft deze auto, die heeft dan een gedeelde achterruimte, waardoor je hierachter ook nog wat spulletjes kwijt kan. Dit is dus eigenlijk
een Aston Martin Rapide, zegt Kato. Maar als je ziet naar de technische basis, dan is hier wel degelijk sprake van een Vanquish. Ja, de shooting break. Maar na die shooting break kwam er nog eentje. En dat is de meest exclusieve variant. Dit is misschien wel de minst voorspelbare variant, als je kijkt. Maar er is er een die is nog exclusiever. De Aston Martin Vanquish Agato en dan in de Speedster uitvoering. Ja, wat ik al zei, er bestaat een Aston Martin Vanquish Volante. Die staat hier achter met zijn softtop gesloten. Nog altijd gebaseerd op de Vanquish Volante. Dus een 2 plus 2 variant met een achterbank softtop. Maar die Speedster, die heeft een afwijkend concept. Ja, Speedster, zeg het al hè. Dit is een auto zonder dak. Volledig open. Er zit zelfs geen nooddakje bij. En kijk eens even naar die lijnvoering, hè? Met die hoge powerdomes hier op dat achterdek. Nog steeds van carbon fiber vervaardigd. Hier heel mooi zichtbaar. Ongespoten. Carrosserie bedekt de carbon fiber structuur. Maar die powerdomes die hebben dat naakt carbon. En dan zie je hier tussen die powerdomes, zie je die brug lopen. En die brug, dat is een aerodynamisch trucje. Want natuurlijk, die auto heeft een aangepaste carrosserie met die powerdomes. Dus een aangepaste aerodynamica in vergelijking met zo'n volante of met zo'n coupé. Dus om deze auto ook gegarandeerd ver over de 300 km per uur te laten rijden. De vraag is of je dat wil. Maar dat hij dan nog altijd diezelfde stabiliteit heeft als een coupé op topsnelheid. Ja, en deze auto, ik zei het al, hè, heeft geen dak. Dus vandaar dat die vooruitstel is bedekt met een mooie carbon afwerking. Dus niet het sluitmechanisme dat we kennen op die volanten. Nee, hier heb je een mooie sheerstrip van carbon fiber. Dat mooie, super lichte, maar ook zeer sterke goedje. En ik ben even afgeleid, want ik zie hoe mooi dat ze het hebben afgewerkt. Je ziet hier de overgang van het carbon mooi in een V-vorm. Maar dat is slechts een detail. Dat is, als je erin rijdt, dan zul je dat niet zien, want je kijkt door die voorruit. Ja, en je zit te genieten met de haren wapperend in de wind. Kijk, deze auto is getransformeerd van een 2 plus 2 naar een 2-zitter. En heb je hieronder heb je dus extra bergruimte. Geen zitplaatsje meer, maar bergruimte. En Aston Martin heeft voor de klanten die dat wensten, hebben ze een kofferset ontwikkeld die precies in deze uitsparingen kunnen worden meegenomen. Mooi. Misschien viel uw oog erop in die shooting break. Daarin zat achterin lag een paraplu. Al deze Aston Martins worden afgeleverd met een paraplu. Behalve de Speedster. Want daarin moet je spreken over paraplu's. Deze heeft er twee. Want natuurlijk twee zitplaatsen en geen dak, hè, die je dus kunt sluiten als het regent. Dus vandaar als noodsysteem altijd nog die paraplu's hier achterin. Ja, en dan zou ik hem voorzichtig dicht doen. Kijk, elektrisch systeem die hem nog eventjes aantrekt. Dit is overigens de achterspoiler. Bij de coupé heb je een andere aerodynamica. Dat legde ik net al uit. Dus die heeft ook een andere achterspoiler. Vandaar dat deze spoiler wat groter is om op hogere snelheid juist meer downforce te genereren. En deze auto die heeft ook alleen voorruiten. Dit achterste zijruitje, dat ontbreekt om het speedstergevoel nog meer karakter te geven. Want kijk maar naar de volante die hier met dat dak dicht staat. Uiteraard heb je dus hier die sluitpunten voor die softtop, volledig elektrisch bedienbaar. Die zijruiten en dan heb je hier dat extra zijruitje. Kijk, de achterzijde heeft hij ook die grote achterspoiler. Ja, de Aston Martin Vanquish Zagato familie. Een uniek kwartet. Echt uniek.
van de Volante, 99 exemplaren gemaakt. Shooting Brake, 99 stuks vervaardigd. Coupé, 99 exemplaren. En dit is de meest excentrieke versie, de meest exclusieve. Van deze auto zijn slechts 28 exemplaren gemaakt. Geen 29, geen 99, maar 28. En vanwaar nou dat lagere aantal? Niet alleen vanwege de prijs, want prijs is natuurlijk gerelateerd aan oplagen. Nee, ze hebben de oplagen hebben ze bewust exclusief gehouden. En waarom? Omdat ze denken dat de markt voor een volledig open variant niet zo groot zou zijn als voor een cabriolet met een softtop. Ja, dit is uniek. En dan zou ik je nog eens iets verklappen dat deze vier exemplaren die hier in Antwerpen bij de Aston Martin dealer staan, die zijn aangeschaft door één Aston Martin Zagato liefhebber. En hij is één van de twee mensen wereldwijd die het kwartet tezamen hebben. En dat is uniek. Het is gewoon echt uniek. Ja. Even wachten hoor. Ik laat het even op me inwerken. We staan hier dus bij een setje van vier Aston Martin Vanquish Zagato's. Waarvan de kans uiterst klein is dat ze ooit nog alle vier gewoon in één ruimte te zien zullen zijn. En het mooie van deze auto's is ook dat de Shooting Brake, de Coupé en de Volante, die hebben allemaal hetzelfde productienummer. Ik zou het nummer niet noemen, uit respect voor de klant die mij gunt dat ik hier een video mag maken. En ja, dat is gewoon fantastisch. Daar gaat het hart van een autoliefhebber echt ook sneller van kloppen. Ja, bijzonder. Zagato. Ja, het zal waarschijnlijk weer een tijdje duren voordat er een nieuwe Zagato zou komen, maar we kijken er nu al naar uit.